Er zijn verhalen dat de kerk van Zuidlaren, waar we hier nu staan, dat die voor een deel is opgetrokken uit kloostermoppen die hier in de nabijheid van de kerk zijn gebakken. Door de monniken, die beschikten over turf vlakbij, klei was in de buurt en die hebben dus hier een veldoven ingericht om ter plekke stenen te kunnen bakken voor de bouw van deze kerk.